Vrouwen vinden het ook spannend als iemand succesvol is of gevaarlijk is of een bad boy is en zo. Dus ik vind dat dat volkomen natuurlijk is. Ja, Alexander. De laatste tijd in het nieuws zie je het veel voorbij komen dat criminelen toenadering zoeken tot profvoetballers. En andersom. Hoe kijk jij naar dit nieuws? Nou, ik denk dat criminelen vooral zoeken naar makkelijk geld. En het is nu toevallig dat voetballers in de vizier zijn. Maar ik heb het ook eerder meegemaakt. Toen ik een jaartje of 19, 20 was, kwam het ook wel eens voor. Wat kwam dan voor? Nou, dat criminelen met heel veel, of voetballers met criminelen veel omgingen, of criminelen met voetballers veel omgingen. Ze gaan met elkaar op vakantie, ze zitten met elkaar in discotheken of in clubs. En dan zie je dat, dat die contacten soms verder gaan dan zou moeten. Dat heb je bijvoorbeeld gezien in de situatie van Quincy Promes. Hè, die nog voor de rechter moet verschijnen, maar toch in verband gebracht wordt met een aantal ernstige strafbare feiten. Ik vond het nieuws in wat ik vanmorgen las, dat Iataren op zoek ging in de gevangenis naar een criminele vriend. Ja, dat hoeft nog helemaal niks te zeggen, want die jongen is opgegroeid in Utrecht, als ik het goed heb. Ja, ja. In Utrecht, waarschijnlijk in een volkswijk. Dat soort jongens, criminelen, komen daar ook vandaan, vaak wel. Ik vind dat je hoeft nooit je vroegere vrienden te verloochenen. Ik bedoel, en als je bent opgegroeid in een bepaalde buurt of wijk en je hebt daar contact aan overgehouden, dan hoef je niet je neus omhoog te steken en ik ben nu beter of anders en dus ik wil je niet meer zien. Nee. Alleen is er ook wel een verschil in het gedrag van hoe je daar dan mee omgaat. En bij Moe Iataren is het zo dat hij bijvoorbeeld mensen uit dat milieu in zijn auto heeft laten rijden. Mensen die ernstige strafbare feiten zouden hebben gepleegd volgens justitie, die verdachten zijn bijvoorbeeld in het Marengo-proces tegen Ridwan Taghi, die dan in zijn auto rijden. Dat is niet handig. Hij gaat op bezoek bij mensen in de gevangenis. Nou, dat is op zich ook niet verboden. Alleen als je al zo onder een vergrootglas ligt en als er al sprake is van dreigementen uit het criminele milieu, waardoor je niet bij je club mag komen, ja, dan moet je wel bij jezelf afvragen van past dat gedrag wel bij de situatie op dit moment. Heb jij wel spelers vertegenwoordigd die ook tegen het criminele circuit aanhingen? Nou, de spelers zelf niet. Maar in hun omgeving waren er waarschijnlijk wel mensen die uit het criminele circuit kwamen. Maar de spelers zelf niet. Maar hoe ging je daar dan mee om als zaakwaarnemer? En ook als begeleider natuurlijk. Nou ja, ik kan tegen hem zeggen wat goed is en wat niet goed is. En wat goed voor zijn carrière is en wat niet goed voor zijn carrière is. Maar ik kan niet tegen hem zeggen, ja, die jeugdvriend van jou die is in de gevangenis gezeten 5 jaar. Daar moet je niet mee omgaan. Je zei daarnet dat sommige profvoetballers het leuk vinden om wat met wat gevaarlijkere typjes om te gaan. Waarom is dat zo dan? Ja, maar dat vinden vrouwen toch ook? Vertel. Vrouwen vinden het ook spannend als iemand succesvol is of gevaarlijk is of een bad boy is en zo. Dus ik vind dat volkomen natuurlijk is. Dus vrouwen en profvoetballers hebben één ding gemeen. Nee, ze vinden het alle twee lekker om met coke-dealers om te gaan. Nee, niet met coke-dealers. Ik zeg dat vrouwen het ook spannend vinden als iemand succesvol is. En als je heel jong bent, dan is iemand succesvol die veel geld heeft. En hoe die eraan komt, is het soms niet heel belangrijk. Maar als vrouwen op latere leeftijd vinden ze het ook spannend met een goede zakenman om te gaan. En hoe die zakenman aan geld is gekomen, ja, dat vraagt ze niet. De hele samenleving verhardt en profvoetballerij nu ook ineens. Dus het wordt echt gezellig. Ja. Bij wie ligt nu de verantwoordelijkheid om dit een beetje in goede banen te leiden? Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen daden. Dus primair ligt het de verantwoordelijkheid bij een voetballer. Of bij zijn zaakwaarnemer, die vertegenwoordigt een voetballer. Maar clubs hebben daar ook een rol in. Jij als zaakwaarnemer, wat vind jij, kunnen jullie meer doen? Kunnen jullie de spelers beter begeleiden? Hoe doe je dat met jonge spelers? Nou, ik vind ten eerste ligt dat niet bij de zaakwaarnemers. Kijk, criminelen zijn niet via zaakwaarnemers bij voetballers gekomen. Criminelen zijn via clubs in de voetballerij gekomen. En ik denk dat dat veel meer bij de clubs ligt en bij de organisaties. Dus de KNVB, UEFA enzovoort. En je moet je niet vergissen. Kijk, er zijn jonge jongens die vaak op jonge leeftijd dan worden ontdekt, die bij zo'n club gaan voetballen. Ja. Zijn soms 12, 13, 14 jaar. En dat zijn in feite nog kinderen.
Dus die moet je daar wel ook als club in begeleiden. En maak ze dan bewust van de gevaren. En neem ze mee in trainingen. Niet alleen voetbaltrainingen of over diëten. Maar ook om hoe om te gaan met social media. En hoe onderscheid je nou je de goede en de kwade in, of kwaadwillende in jouw directe omgeving. En dat is iets, dat kun je niet alleen op een bordje van ouders of van een voetballer leggen. Daar moet je ook gewoon als club een bepaalde rol in spelen. En verantwoording daar ook in nemen. Jongens, eind van de video, doe dat duimpje omhoog en abonneer op het kanaal. Ja, dat is prima. Uit het hoofd. Ja, is goed. Twee zinnen. Ja.